het dekseltje over de pan neerzetten. Het hoeft niet hetzelfde bloemetjesmotief te hebben dan het pannetje. Dat maakt niet uit als het maar afdekt. Wat er hoogstens zou kunnen gebeuren is dat de vlammen, omdat je ze van u afduwt, een klein beetje langs je vingers gaan likken. Dat doet geen pijn. We hebben allemaal, toen wij jongen onbedorven waren, wel een keer een kaarsje aangestoken en hebben we met de vinger door een vlammetje lopen pielen. Misschien doe je nog wel dat je dat niet eens weet. Maar dat is het gevoel wat je eventueel zou kunnen krijgen. Maar juist omdat je dat voelt, krijg je een reactie. Gooi je mensen vaak zo'n deksel erop. Je hebt tijd. Mensen, dit is vlam in de pan. Meer is er niet van. Zo'n vlammetje, bovenkant van de pan, terwijl die aan de onderkant hoort te zitten. Meer is er niet. U kunt in alle rust het dekseltje er gewoon overheen leggen. Op deze manier. Appeltje, eitje. Haal ik hem eraf, begint hij zo weer. Nooit, niente, nada, niks. Komt er ook maar één druppel water op, want dan gebeurt er het volgende. Dat is leuk voor het effect hier buiten, maar bij u is het binnen. En ik zeg het even heel cru en heel graf en heel zwart-wit, maar staat op dit moment uw zoontje of uw dochtertje naast u? Ik hoef u niet te vertellen wat daar gebeurt. Ja, dus alleen het dekseltje erop, meer is er niet van. En het heeft toch geen zin, het water, u ziet het. Omdat het effect zo mooi is, nog een keer, nog een keer. Uiteindelijk gaat het uit, maar u heeft allemaal hier buiten al ervaren wat de warmte is, wat de hitte daarvan is. Dus alstublieft mensen, kijk uit.